Maar alles afwegende, kijkend naar de feiten die ten laste gelegd zijn in de zaak en die naar ons oordeel bewezen zijn, zijn wij van oordeel en dat eisen wij dan ook dat er een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaar wordt opgelegd. Ze hebben 5 jaar gevangenisstraf tegen hem geëist en bovendien geëist dat hij 10 jaar lang geen enkel publiek ambt meer mag uitoefenen. Want, zeggen zij, deze man heeft zich schuldig gemaakt aan het doorspelen van geheime politieinformatie, karrenvrachten maar liefst, dat woord gebruikten ze ervoor, aan criminelen. En dat heeft niet alleen het aanzien van de politie geschaad, maar ook het vertrouwen van burgers in de politie en het vertrouwen van collega's in collega's bij de politie. Dat heeft hij ook ernstig geschaad. Ja, en dat neemt het Openbaar Ministerie heel hoog op. Een forse eis, dus 5 jaar voor de hoofdverdachte. Hoe nu verder? Donderdag komt de verdediging aan het woord van Mark M. En die gaat, daar kun je op rekenen, gehakt maken van het requisitoor van het Openbaar Ministerie. Want, zegt de verdediging, dat is advocaat Jan-Hein Kuipers, er is geen spat hard bewijs voor het feit dat Mark M. informatie heeft doorgespeeld aan criminelen. En ja, dat hij cash geld had, dat hij boven zijn stand leefde, dat heeft allemaal te maken gehad met leningen die hij deed, met het opzetten van een bedrijfje. Hij is getrouwd met een Oekraïense. Hij is bezig met het opzetten van een bedrijf in Oekraïne. En, zegt Mark M. zelf ook, daar is het volkomen gebruikelijk dat je beschikt over cash geld en dat je niets doet via banktransacties. Dus volgens hem is daar niets geheimzinnigs aan. En het OM moet maar aantonen dat het anders is, vinden zij.